Uit angst voor de Taliban verliet Zakia samen met haar twee kinderen en man in 1999 Afghanistan. Wat volgde was een lange, zware reis. Dat was de moeilijke tijd in mijn leven. Toen wij besloten dat wij gaan gewoon die Afghanistan verlaten. Omdat wij waren zes maanden onderweg waren. Dat was niet makkelijk met de twee kinderen. Ik en mijn man wij was aan het lopen met boot, met vraagwagen, met het persoonauto. Dat was heel moeilijk. Nu ziet ze dagelijks hoe Syriërs op allerlei manieren proberen te vluchten. En het haalt veel emoties naar boven. Zeker de foto van het dode jongetje op het strand. Die is zo geboord ook met mijn eigen familie. Mijn zoon is ook in het water gevallen. Maar gelukkig, nu is, uh, hij is met ons. Toen heb ik die alle filmen uh, gezien in de televisie. Dus ik dat ik die laatste tijd altijd herinner aan mijn eigen reis. Uh, vluchten Toen van het begin, hoe was dat, hoe moeilijk was. Zakia weet nog hoe blij ze was met een plek in een opvang. Maar ook hoe moeilijk het was om in een volledig andere cultuur terecht te komen en waar ze een taal spraken die ze niet begreep. Ze zijn dag, ik wist niet wat is de dag of goedemorgen, dat wist ik niet. Als ik ging gewoon naar het kooi iemand lag aan mij. Ik was de hele dag blij: oké, okay, die man was zo aardig of die vrouw was aardig tegen mij. En nu ik volg die Serie mensen en ze zijn dus ook zo: iemand anders ook aan mij gevraagd en zegt wat hebben ze nodig op dit moment. Ik denk dat ze echt liefde nodig hebben. En daar helpt de Afghaanse graag bij. Ze wil namelijk wat terugdoen en is daarom vrijwilliger bij hulporganisatie Vluchtelingenwerk. Die vluchtelingenwerk was het enige plek dat wat ik uh, mijzelf veilig vind en zij was heel lief en aardig en zij konden mij echt helpen. En nu wil ik echt die mensen alles komen bij ons. Ik wil gewoon helpen, dan word ik blij.